waardeloos hier zo. Het is drie keer niks. En iedereen rijdt maar er overal doorheen. Zelfs de vuilniswagens rijden hier over de stoep heen. Het houdt de gemoederen in Zwanenburg flink bezig. De verkeersknip op de Zwanenburgerdijk. Om verkeersdrukte tegen te gaan, is er ter hoogte van de Venenweg een zogeheten knip aangelegd. Een afsluiting waardoor verkeer niet door kan rijden, maar om moet. Bewoners zijn er niet blij mee. Zelfs de ambulance moet draaien. Die heeft geen eens een palensleutel. En een ander trekt de paaltjes eruit en die rijden dwars door het gras heen met de vrachtwagen. 'S Avonds zit ik, hoef ik geen lamp meer in huis aan te doen, want ik zit gewoon de hele dag in het licht. De hele avond. Een aantal weken geleden was de knip als proef verder op de Zwanenburgerdijk geplaatst, ter hoogte van de Lindelaan. Dit zorgde voor een enorme chaos. Het was hier altijd vrij rustig en nou hebben we dit voor onze deur. Ik hou ook van pittig rijden, maar er zijn grenzen. Ja, rumoerigheid, vrachtwagens die door de straten heen rijden, die er eigenlijk niet in kunnen en toch weer moeten gaan keren. Dus dat is heel veel frustratie. Nu is de knip dus verplaatst naar de Venenweg. Volgens Erik Oostwouder is dit geen goede oplossing voor de situatie op de Zwanenburgerdijk. Richt dan nou eerst fietsvriendelijk in met de maatregelen die er nodig zijn. En ga dan kijken in hoeverre het verkeer is afgenomen op die ringdijk. En ga dan kijken of er eventueel een knip moet komen. Even een oplossing zijn of plantenbakken of een verkeersdrempel. Daarnaast zijn er ook nog andere oplossingen om het verkeer om Zwanenburg heen te leiden door een kleine rondweg te verlengen. De gemeente laat weten dat ook deze knip onderdeel is van een proef. Na 18 november wordt er gekeken welke maatregelen er daadwerkelijk worden genomen. Als ze dit gaan voortzetten, dan ruk ik de palen eruit. Zo is het wel.